Hoe ging dit vandaag? Nou ja, heel veel beter dan gisteren, want gisteren was huilen met de pet op. Ja, dat is gewoon moeilijk, onwijs zware omstandigheden met die wind. En bij de start ook, je waait een beetje scheef, dus focus op het roeien. Maar voor alles of niks, weet je. Je hebt één kans en je moet gewoon keihard rossen. En na 1250 meter ging de accu een beetje op, maar dan moet je gewoon je reservebatterij maar aanzetten. Na 1250 meter ging de accu op, gold dat voor jullie beiden? Ja, dat is wel erg zwaar. Maar je zag toen wel goed dat we vlak bij de Spanjaarden zaten, dus dan kun je daar toch wel wat aan optrekken. Maar het was het laatste stuk wel echt overleven.